Het personeel van de energiebedrijf in Suriname, EBS, heeft vanmorgen voor enige tijd het werk aan de Saramakkastraat neergelegd. De reden hiervan is dat de directie de afgesproken lumpsum, die vandaag zou worden uitbetaald, niet heeft gestort. Dit naar aanleiding van de brief van president Desi Bouterse, waarin hij heeft aangegeven om in nationaal belang de collectieve arbeidsovereenkomst CAO, die gesloten is met de directie, aan te houden tot 2017. De situatie in het land en het bedrijf laat het niet toe om nu toezeggingen te doen die nog meer geld zullen kosten, gaf de president aan. Volgens Steve Geerlings, voorzitter van de personeelsbond, is het personeel vooral boos omdat medewerkers van andere staatsbedrijven wel verhogingen hebben ontvangen. Het bestuur is uitgenodigd door president Bouterse om het conflict morgen te bespreken. In afwachting van het gesprek heeft het personeel het werk hervat. Woensdag zal de bond haar leden informeren over het resultaat van het gesprek met de president.